Hey mensen, het is vandaag 2 februari en ik moet even zeggen, godverdomme, wat duurt deze, wat was de maand januari lang zeg, het leek wel 2 maanden. Maar dat kwam ook omdat ik daarin ziek ben geweest. Deze video wil ik even gebruiken om iemand een hart onder de riem te steken en om even reclame te maken voor een mede YouTuber die eigenlijk veel groter is dan ik. Zijn naam is namelijk, volgens mij was het Allard. En zijn kanaal is vet gezellig. En misschien heb jij die video lang gezien, maar hij heeft daar een video gemaakt over dat hij uit elkaar is met zijn vriendin. En ik zal even laten zien, ik ben het nu even weer terug aan het kijken. En ik heb hem hier gestopt op een bepaalde scène waar Allard een beetje verdrietig is. En ik heb hem op dat punt gestopt, zeg maar, omdat ik daarop wil terugkomen ook, onder andere. De link naar die documentaire doe ik in de beschrijving, maar die heb je waarschijnlijk toch al lang gevonden. De eerste wil ik zeggen, kut man. Het is heel kut om waar je nu doorheen gaat. Zeg maar. En het heeft inderdaad, zoals je al had gevonden op YouTube, misschien heb je mijn filmpjes wel gevonden. Het heeft tijd nodig, liefdesverdriet verwerken. Het is eigenlijk ook een vorm van rouwverwerking, zeg maar. En rouwverwerking heeft 5 stadia. En die heb je, 5, niet 4, 5. Die heb je misschien ook al gevonden op YouTube. Dus daar ga ik verder niet op in, want ik wilde een beetje ingaan op jouw eerste deel van jouw meerdere delige dingen. Toen ik begon met YouTuber, zeg maar, deed ik het eigenlijk om die reden. Zeg maar, ik had verdriet. En ik zocht, ik ben gaan kijken naar andere YouTubers en ik zocht toenadering. Zeg maar, en toen dacht ik van oké, ik moet wat doen met dit verdriet, maar ik wil niet naar een psycholoog of zo, of weet ik veel wat. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik zelf maar de psycholoog uithangen. Ik had wel een beetje het idee. Ik wist in ieder geval van, oké, ik moet hier wat mee. Want anders dan gaan we naar de kloten. Of gaan we zwaar drugs gebruiken of weet ik veel wat. Wat ik nooit zou doen hoor. Maar zo begint dat. Mensen gaan drinken en dan is het einde zoek. Waar jij doorheen gaat, moet iedereen doorheen. En dat is niet om het te bagatelliseren. Dat is voor iedereen anders. Even een disclaimer. Ik heb nooit een relatie gehad met iemand waar me echt een liefdesrelatie. Ik heb voornamelijk vriendschappen gehad die best wel heftig hecht waren. En er was, ik had dus ook een vriendin, zeg maar, een vriendschap. Waar ik echt, dat was echt zwaar kleef aan, zeg maar. Voor een periode van 5, 6, tussen de 5 en de 7 jaar. Nou, ik denk wel 6 jaar, weet ik veel. In ieder geval, ik denk van 2008 tot 2012 of zo. En voor mij was dat dan een soort zussenfiguur, zeg maar. Maar goed, eigenlijk heeft iedereen ook al eerder in zijn leven te maken gehad met liefdesverdriet. En ik heb natuurlijk ook wel eens, toen ik 14 was, had ik ook een meisje waar ik goed mee omging. En die verdween ineens naar Engeland. En daar was ik ook een stuk van, niet zo lang. Maar iedereen heeft in zijn leven 1 meisje of 1 man of 1 jongen. En die vergeet je gewoon nooit meer. Zeg maar, dat is zoals ze dat noemen, the one that got away. Zeg maar, dus ja. En dat moet je een plekje geven. De pijn verdwijnt grotendeels. Maar het wordt makkelijker om ermee om te gaan. En om het een plekje te geven. Maar op het moment dat je het weer gaat oprakelen, kun je weer een traan krijgen ervan. Ik hoorde in de documentaire onder andere heel herkenbare dingen zeggen. In dit deel van. Ik hoorde je onder andere zeggen dat je het niet snapt. En wat gebeurt er? What the fuck? Weet je wel.
Wat de fuck gebeurt me? Dus ik ben in shock. Daar, dat is fase 1 van de rouwverwerking, dat je in shock raakt. Dus dat je niet weet wat er gebeurt. Ook die scène waarin, waarin je, zeg maar, waarin Taske trouwens zegt van, ja, ik heb ruimte nodig. En jij voelt al aan je water dat er wat aan de hand is. Je voelt het al aankomen. En dat gevoel, dat had ik ook. Ja, ik denk dat iedereen dat wel kent. Er is gewoon, en dat heet instinct. Zeg maar van, oké, dit is foute boel, weet je wel. Nu gaat het gebeuren. Nu gaat er iets heel vervelends gebeuren. En ja, meestal heeft je instinct gelijk. En wat er dan ook gebeurd is, en ik ga ook niet in op wat er, waarom mijn vriendschap op dat moment is stuk gelopen. Alhoewel, ik kan wel gewoon zeggen dat we, hoe heet het, als ik jou in detail zou uitleggen van, ja, dit en dat is gebeurd, weet je wel, en toen dat en dat en toen zus en zo, dan zou jij als buitenstaander denken van, what the fuck? Wat is dat nou weer voor onzin? Wat een kutwijf. Of zoiets dergelijks, of wat een klootzak. Weet je wel. Maar gevoelsmatig moest het gewoon even zo gaan. Zeg maar, dat sloeg in mijn geval, en dat kan ik dan wel zeggen, het sloeg helemaal nergens op. Maar goed, dingen gaan zoals ze gaan. Weet je wat het ook is in relaties en in vriendschappen? Op een gegeven moment is de koek gewoon op. En dan ga je uit elkaar. Je kan trouwens andere video's van mij in waarin ik echt in die dingen zit. Wat meer context. Maar goed, je wil dus concrete tips. En inderdaad, het kost tijd. Tijd om hier overheen te komen. Voor mij zeker wel. Voor mij kostte het op zijn minst 3 jaar. En toen zag ik, toen had ik een keer een video geplaatst van iets. Van wat ik al een jaar in mijn bezit had. En toen reageerde ze daaronder. Toen was ik zo blij. Want ze was niet boos meer. Of in mijn hoofd. Zeg maar. Want je hebt natuurlijk geen contact meer met die persoon. Maar ik zag dat ze bij jou al gereageerd had. Onder deze video. Taske de Schepper. Is er toevallig een zus van. Huh? Heet haar zus, misschien Taske, of is dat een nichtje van haar? Kijk, laat ik dan nu maar even terugkomen op deze scène, waarin jij uiteindelijk zegt van, ja, als ik er beter voor mezelf kan zijn, of goed voor, als ik goed in mijn vel zit, dan kan ik er ook beter zijn voor Taske. En dan ga ik je nu, zeg maar, nu komen we dan in het gedeelte waar ik even van man tot man advies geef. Van mannen onderling. Dus dit is geen vrouw. Als ik tegen een vrouw zou ik misschien wat anders zeggen. Of eigenlijk wel hetzelfde. Maar ik kan alleen maar dit zeggen. Fuck Taske, weet je wel. Ik bedoel, niet wat er ook gebeurt, dus het maakt niet uit. Maar jij staat op nummer 1 in je leven, weet je wel. En er zijn voor haar. Ik bedoel, het is nou echt niet zo dat op het moment dat zij je belt, dat jij gelijk, hop, ja, ik kom eraan, weet je wel. Ik heb trouwens in andere series gezien, in jullie budgetserie, goede serie, en dat soort dingen. Dat jij voornamelijk degene was die kookte en zo. Dus nou, het maakt niet uit waarom jullie uit elkaar zijn, want op een gegeven moment zei ik al eerder, de koek is gewoon op, weet je wel. Je wil wat anders en als je zo'n lange tijd bij elkaar ben. En stel, je bent ook iemand die, ik weet niet of zij zo was of jij zo was, maar je gaat van relatie in relatie in relatie in relatie. Dan ben je ook inderdaad niet alleen met jezelf en leer je jezelf niet goed kennen. En dat maakt de wereld een beetje eng. Dus als ik jou iets moet meegeven, en ik wil deze video ongeveer even lang maken als jouw aflevering. Dus ik heb nog even. Als ik jou iets moet meegeven, dan is het van, grow a fuck you attitude naar de wereld. Jij staat op nummer 1. Weet je wel. Dus
De wereld draait niet per se om jou, maar je moet gewoon lekker doen wat jij fucking zin in hebt. En ja, dat heb ik ook moeten leren. Alleen zijn heb ik ook moeten leren hoor. Toen ik in die vriendschap zat met het schap van een meisje waar ik trouwens niet echt mee omga. We hebben contact via Twitter af en toe, maar het zit in ieder geval goed tussen ons. Maar ik wilde zo graag altijd in haar buurt zijn, weet je wel. En elk weekend, wat vond ik gezellig. Ik had het gevoel alsof ik in een soort familiesfeer zat, weet je wel, weet ik veel wat. En ik had ook goed contact met haar broers en haar moeder en zo, weet je wel. En ze noemde mij ook een broertje, zeg maar, wat een gevoelig punt was bij mij, zeg maar. En dat maakt allemaal niet uit. Maar dan kom ik bij nog een tip, zeg maar. En dat is breek als je hier echt niet overheen komt en je hebt echt moeite met verwerken, zeg maar, dan moet je even afstand nemen. Geen contact. Geen contact met mensen die haar kennen. Break all ties. En dat is eng. Weet je wel, dat is niet leuk. Maar gooi dingen weg die je aan haar doet denken. Gooi niet alles weg. Maar of berg ze op. Weet je wel. Dat is wat ik deed ook. Ik weet nog wel, toen was ik zeg maar jaren later, was ik ergens op een tentoonstelling en toen hoorde ik van een vriendin van haar, zeg maar van ja, dit of dat is gebeurd, weet je wel, en het was goed nieuws voor haar. Dus ik was hartstikke blij voor haar, maar aan de andere kant was ik ook weer gekwetst. Of gepijnigd, want ik miste haar toen nog, zeg maar. En je hebt ook gezegd in je video van je mist haar. En dat zei iemand ook tegen mij van, die zei het volgende. Nee, je mist niet haar, je mist iemand. Je mist iemand om je heen, zeg maar. En nou, ik maak hem iets langer dan jouw video misschien. Nee, een minuutje. Je mist... 2 minuten. Je mist iemand om je heen. En jij dan tenminste nog die kat. Dat zou ik niet eens durven, zorgen voor een kat, al zou ik het wel kunnen. Ja. Maar je moet echt weer vriend, je moet vriendschap sluiten met jezelf. En dat weet je al, waarschijnlijk. Maar neem jezelf uit eten, ga met jezelf naar de film. Fuck, je hebt niemand nodig om het te redden in deze wereld. Je komt alleen op de wereld en je gaat alleen dood. Bij wijze van spreken. Dat is eigenlijk de bottom line. En mijn beste vriend, David, zeg maar, die mij toen steunde in die tijd, die zei ook van, nu voel je je allemaal hartstikke kut, weet je wel, maar je komt er wel weer overheen, helaas. De video duurt iets langer. Je komt er wel weer overheen. En straks lach je erop en dat was ook zo. Ik luisterde heel veel muziek, echt van alles. Muziek die me deed huilen, muziek die me, waar je lekker je emotie in kwijt kon, hè? Want muziek is emotie. En ik haalde daar gewoon heel veel wijsheid uit, zeg maar. Dus... de grootste boodschap die ik wil meegeven in deze video is van je komt er wel doorheen. Sowieso, voor mij ben je er wel doorheen, want voor mij heb je al die, deze hele serie al gemaakt. Maar goed, ik vond het een goede serie en ik wil graag dat mijn abonnees, die 200 minder, kijk eens even naar deze serie jongens. En steek hem ook een hart onder de riem, want dat hebben, hebben sommigen van jullie ook bij mij gedaan. En dat was hem weer voor deze keer. Tot de volgende video jongens en sterkte Albert, mazzel!